Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP heeft district Para gisteren aangedaan. Dit gebeurde middels een Meet the People campagne die gehouden is te La Vigilancia. De bedoeling van deze bijeenkomst was om de structuren in dit district te versterken. De partijleiding geeft aan dat zij alvast haar huiswerk maakt voor de komende verkiezing. Evenals overige toppers van de partij vindt ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk dit een gedurfde stap. Hij gaf in zijn toespraak aan dat de tijd rijp was om met name Para aan te doen. Brunswijk benadrukte dat dit nog geen verkiezingscampagne is. Hoewel ABOP bij de afgelopen verkiezing geen enkele zetel heeft behaald in Para, gaat de partij in 2020 voor alle drie zetels. Met name Marinus B. meent dat ook kiezers van Para misleid zijn geworden bij de vorige verkiezingen. Hij denkt daarom dat zijn partij in 2020 beter uit de bus zal komen. Het is volgens hem heel belangrijk dat de gemeenschap de juiste informatie krijgt. Naast B. hebben andere sprekers hun licht laten schijnen op de huidige financiële crisis van het land. Het pakkettenbeleid van de regering is daarbij zwaar bekritiseerd.